Nadat eerder dit jaar al een flink aantal woningen in de stijgers is geplaatst voor onderhoudswerkzaamheden, zijn ook de sloopkranen in Wijk de Berg in Neede actief. Vandaag is de laatste woning uit fase 1 van de wijkplannen gesloopt. Het betrof de woning aan de Hatenbroekestraat 24 in Neede. Onder toeziend oog van wethouder Leo Scharenborg nam manager vastgoed van ProWonen Jan Stoel plaats in de kraan om de laatste woning vakkundig tegen de grond te werken. Vanaf half oktober 2010 is men al bezig met de sloop van meerdere woningen. De planning was om alle woningen uit fase 1 voor het eind van 2010 te slopen. ProWonen verwacht de nieuwbouwwerkzaamheden medio maart op te starten.